duurzaam ondernemen. Voor Colruyt Group betekent dat ook aandacht hebben voor het welzijn van de dieren. Daarom verwachten we van onze leveranciers dat ze hun dieren in optimale omstandigheden kweken. Net zoals in dit varkensbedrijf in West-Vlaanderen, bij Chris. Vandaag brengt kwaliteitscontroleur Martin hem een bezoekje. Dag Chris, West. Goed, goed. Hoe lang moeten die zeugen hier nog zitten in die groep hier? 8 weken. Nog 8 weken. Ja, ja. Zo'n goede groep, ze zijn goed in conditie. Hier zitten de drachtige zeugen. Het is belangrijk dat ze voldoende ruimte hebben in hun stallen. Er zitten 16 zeugen in 1 hok. En het voordeel van zo'n systeem van groepshuisvesting is dat de dieren meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ze hebben veel meer contact met elkaar. Ze snuffelen aan elkaar. Dus dat is natuurlijk gedrag van een varken. Je ziet dat bijvoorbeeld hier ook. Kijk, ik sta hier. Dat varken gaat dus aan mijn laarzen snuffelen. En daar aan rieken. En kijken wat dat is, want dat is iets vreemds voor haar. Die groepshuisvesting is ook opgenomen in het lastenboek van Colruyt. Daarnaast voorziet het lastenboek onder meer ook nog dat de dieren natuurlijk licht hebben, dat er verse lucht aangevoerd wordt en dat er een constante temperatuur is. We hebben commencé met de cahiers de cherche in 1997. En sinds 1997 zijn we aan de versie 6. Dus dat betekent dat we constant in het but d'améliorer. We zijn constant aan de recherche. De plus de bien-être animal, de plus de durabilité. Et ça, en tout cas, c'est les valeurs de Colruyt. Wanneer zijn die buigen geboren, Chris? 3 weken geleden. 3 weken geleden, ja. Als de zeugen moeten werpen, gaan ze naar een stal die daarvoor speciaal is uitgerust. Een kraamkliniek voor zeugen, als het ware. De mooie buig, Chris. Ja. Ziet er goed uit, ja. Mooi gevleest, rozig. Prachtig buig. De buigen neemt hier heel goed. Ja. Ze hebben melk bij de zeug, ze hebben vloerverwarming, dus ze groeien goed en steken als ze gezond zijn. Na 4 weken worden de biggen overgebracht naar een bedrijf waar ze opgekweekt worden tot volwassen dieren. Marta controleert samen met Luc van het slachthuis de dieren die binnenkort geslacht worden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja, ja. Zijn die ook volgende week weg, Louis? Normaal dag, het zijn voor volgende week. Ja. Ja. Het zijn varkens die veel gegeten hebben en die eigenlijk zeer goed gegroeid zijn. On se rend compte qu'un porc qui est bien dans sa peau et qui grandit bien, ce porc a un rapport de meilleure viande. Et en tout cas, ça se voit dans l'assiette, donc c'est très important pour le consommateur. Ook het slachthuis moet aan bepaalde voorwaarden van het lastenboek voldoen. Slachthuizen bijvoorbeeld moet er verplicht een dierenwelzijnverantwoordelijke aanwezig zijn. Ook de afstand tussen de kwekerij en het slachthuis dient beperkt gehouden te worden. Naast die dierenwelzijnaspecten hebben we ook een aantal milieuaspecten die wij als slachthuis dienen na te leven. Wij moeten voor een stuk groene stroom zelf produceren. Het zijn toch allemaal accenten die Colruyt in zijn lastenboek neerlegt en die in feite dan toch wel wijzen op, laat maar zeggen, een brede visie op duurzaamheid.